Are you kidding me? Ik gooi ultrabal na ultrabal. En ik blijf hem maar missen. En ik gooi één great ball. In ieder geval, goedemiddag. Daar ben ik weer, Zelda Blade. Ik ben nieuw aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. Oké. Jongens, het is woensdag. 3:05. Ik heb gisteren uren achter NT aangezeten. En hij wou maar niet in zijn Pokéball blijven. Ik ben vandaag weer bezig geweest. Ik ben nou een uurtje bezig. En we hebben hem! In ieder geval, goedemiddag. We hebben hem! This brawny Pokémon curses around the earth. Negor, spouting flames harder than a volcano's magma. Het is gewoon een klote cavia. Hamster. Ik noem jou gewoon hamster. Jij bent nou officieel mijn hamster. Hamster is sent to PC. Mooi. Goedemiddag. Zelda Blade 20, daar ben ik weer. Eventjes een kleine update. Ik heb ondertussen dat ik helemaal het klaar... Echt, ik ben helemaal klaar met mijn NT. Toen ben ik ook heel eventjes wat Pokémon gaan trainen. Omdat sommige Pokémon op wat hogere levels moesten. Zo zien we bijvoorbeeld dat Seritant, Kinkyhide, Bolt en Fireflame... alle vier op level 52 zijn. Midden en Snibbit zitten nog op 40, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat we wel goed zitten. Maar goed, nou we dus dit voor elkaar hebben gekregen, zie ik jullie eventjes terug bij Eugene. Goed, terug bij Eugene. Hallo Meloot. Hi. Hi. I'm back visiting my hometown. It's been quite a while. Stefan, have you heard? There has been rumors, fresh rumors, of a rainbow-colored Pokémon appearing at Tin Tower. I've just had my party healed, so now I'm headed to Equateek. I'll be seeing you, Stefan. En hij gaat dus weg. Nou, wat dit dus eigenlijk lospeutert. Dit is alleen een Crystal, moet ik er eventjes bij zeggen. Hè? Crystal is zo vriendelijk geweest om je dus te verplichten om Raikou en Entei te vangen. Of te verslaan. Ik neem aan dat beide goed werkt. Ik heb verslagen om... Ik dacht bij mijn eigen echt op een moment van... Weet je wel, ik versla hem gewoon. Kijken of dat ook werkt. Maar dat hebben we maar niet gedaan. Maar goed, we moeten dus nou terug naar Aquatic City. Ik zie jullie daar. Oké, nou dat is een gebeld te worden door Arnie. Waar ik gewoon heel eventjes uit heb gelaten. Die moeite heeft met een Pidgey te vangen. Proberen ze een Entei te vangen, zou ik zeggen. Zijn we hier dus in Aquatic City aangekomen. Nou, in Aquatic City hebben we hier dit gebouwtje nog. Wat we niet hebben kunnen onderzoeken. En als we hier nou doorheen lopen... Worden we nou niet tegengehouden door een Farfetch'd of iets? Echt, ik ben zo blij dat ik Entei heb gevangen. Ik weet dat het... Voor jullie is het heel erg kort geweest, maar... Ik kan jullie wel 6 uur een beeldmateriaal laten zien van... Nee, dat wil je gewoon niet. Geloof mij, maar dat wil je gewoon niet. In ieder geval, dit is dus de Tin Tower. Of de Tinnen Toren in het Nederlands. Als je hier naartoe gaat... Dan word je tegengehouden door deze Farfetch. Of door een van de Farfetch. Tenminste... Nou, praten met deze gozer hier. This will protect you. Take it. En we krijgen de Rainbow Wing. Die hadden we nodig. Sorry. En dan komt er een trap tevoorschijn. Nou, go. Nou, die trap waar we dus naartoe willen. We willen hier gewoon super repels gaan gebruiken. Want ik heb als zijballetje niet echt een Pokémon appearance neergezet. Omdat hier alleen maar Rattatas tevoorschijn komen. En s'avonds ook nog eens een keer Ghastlies. Dus vandaar heb ik er niet voor, expres niet voor gekozen om nou echt van die percentages, balkjes te gaan maken. Want ja, dat schiet hier gewoon niet op. Want dit is gewoon één plek waar je dus geïrriteerd wordt door de meest ja, common Pokémon. De Pokémon die er zeg maar het meest voorkomen. En ja, daarom heb ik gewoon maar die balkjes. Maar genoeg over die zijballetjes. Wat hier dus de bedoeling is we moeten hier gaan puzzelen om ze weg naar boven toe. En dat kun je dus zeg maar doen met deze... springplankjes, waardoor dat we dus zeg maar naar de overkant kunnen springen en weer terug kunnen springen en erop. Dit is best wel tedious, maar... En heel eerlijk gezegd weet ik de route ook niet uit mijn hoofd. Items, dat boeit me niet. Op dit punt, items, screw them.
Serieus, ik ben klaar met items. Ik wil gewoon dit halen. Oké, dan moet je hier mee. Moet je nou naar die toren? Nee, volgens mij niet. Item is tempting, maar ik denk dat we hier naartoe moeten. Nee, dus mijn fout. Oh, this is not the time to use it. Hou je muts, man. Hou je muts. Ik zou hier een fast forward op kunnen gooien, maar ik denk dat we een beetje te veel fast forwards de afgelopen tijden hebben gehad, dus... Geen fast forward. Oké, we gaan even. Dat je naar beneden kunt. Oké. Okay. Omhoog. Oké, okay, nou... Voor de mensen die het willen weten, hier zit ook nog een legendarische Pokémon aan. Waar ik naartoe moet. Maar... Nou ja, gratis herkennen, daar hoor je mij niet over klagen. Dan kan ik daar mooi gebruiken. Oké, dan gaan we hier weer naar beneden toe. Weer een gratis item. Pipiap! Leuk! Daar heb ik ook zoveel aan. Dankjewel, spel. Ja, repel. Daar heb ik er nog zat van. Daar ben ik niet bang voor. Allemaal voor die rot NT. Dus. Nou, even. Ik kan hier. Ik kan hier ook naar boven. Nee, dat ken ik dus niet. It's a trap. Ik haat dit. Ik haat deze maze echt zo erg. Echt geen fan. Sorry. Oh nee, we hadden daar naar beneden toe moeten. Dan konden we bij die item komen. En dan konden we daar naar beneden. Doen we nog een keer. Plap, plap. Ja, ik weet het. Dit is saai. Ik weet het. Sorry. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er weinig aan doen. Kijk wat voor nuttige item jij bent. Een ultrabal! Die heb ik nog even extra offscreen gehaald. Aangezien ik weet dat we die nodig gaan hebben. Oké, nou ga je. Hoe vaak ga ik daar nou nog in trappen? Hoe vaak? Ja, je kunt echt horen aan mij dat ik geïrriteerd ben als een ziekte. Sorry daarvoor, jongens. Maar echt, die... Oh. Ik weet ook zeker dat ik hier naar beneden moest. Ik kan wel richting Pilaar. En dan kom ik hier weer uit. En dit is niet de weg waar je naartoe wil. Toch? Nee, maar dan kom ik hier. Oké, weet je wat? Ik knip heel eventjes totdat ik een beetje progress heb. Want we zien nou mij de hele tijd in dezelfde booby trap vallen. En daar hebben we natuurlijk allemaal geen zin in. Dus zie wel wanneer ik de goede trap heb gevonden. Oké, ik geloof dat ik hem heb. Ik moet hierheen, nog hier. Hier. Deze naar beneden pakken. Dan deze twee naar beneden pakken. Juist! En dan komt er hieruit. Een item. Leuk. En, Achie! Sorry. Ik ben allergisch voor wiebelende palen. Goed. Eens even kijken. Dan gaan we hierheen. Volgens mij zijn we er al bijna hoor. Tenminste. Ja, dan gaan we hier omhoog. Oh, dan krijgen we die warp plateaus. Daar heb ik zo'n hekel aan. Ach ja, wel gratis item. Max Revive. Nou, dus ik moet zeggen dat er redelijk goede items liggen. Dat, dan weet ik zeker, dit is een trap. Weet ik zeker. Deze zeg maar tot... Wat moeten we hierin? Ik haat die warp zo erg, ja. Echt. HP up. Dat is alleen maar handig. Oké, okay, nee, mij hoor je niet klaar. Oké, okay, nee. Mijn bells effect op af. Zo de mythe toch op een gegeven moment. En voor de mensen die beginnen over Max Repels, ja, die hebben maar 50 stappen meer, maar die kosten 2 keer zoveel. Dus daar wil je echt niet aan beginnen. Goed. Daar trappen wij niet in. Die ligt nog wel. Een full restore. Kijk. Allemaal handig voor de volgende aflevering. Oké, okay, dan zijn we hier in het midden. Komen we bij een trapje. Hallo, hoe gaat het ermee? Eventjes 7, just in case. Altijd 7 voor gebruik. Oké. Okay. Here we go. Shut up! En we krijgen hier normale bijna muziek, jammer genoeg. Maar goed, dit is Ho-Oh. Ho-Oh, vuurvliegtype Pokémon met hele boeiende aanvallen, zal wel, ik zou het niet echt weten.
de stats graag. Daar gaat het natuurlijk het meeste om. Je ziet de stats, je ziet hoe sterk dat hij is. Niet een van mijn favorieten, maar ik moet zeggen, het is, ja, de tweede vuur vogel Pokémon die we dus eigenlijk al hebben gezien. Aangezien dat, ja, Moltres was ook vuurvlieg en deze is ook vuurvlieg. Dus dat vind ik op zich wel een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Ah nee, geen Sunny Day. Die andere had geen, dus je hebt natuurlijk Sunny Day, daar word je niet vrolijk van. Oké, nou weet je, je bent geparalyzed, we gaan gewoon kijken hoeveel dat een Thunderpunch doet. Thunder wil je nou absoluut niet gebruiken, want die mist nou echt 9 van 10 keer. Dat, Fire Blast, dat was ik al even vergeten. Ja, deze keer Fire Blast. Nee, die kan je maar 5 keer gebruiken, dus daar hoeven we niet ons zo erg veel zorgen over te maken. Maar aangezien dat hij level 60 is, same attack type bonus en een Legendary, Bolt heeft geen kans. Maar ja, we hebben nog meer Pokémon die resistent tegen hem zijn. Zoals bijvoorbeeld onze Kinkyheid. Nou, weet ik dat Sunny Day loopt en tot dus, zeg maar, Surf niet echt veel zal doen. We kunnen IJspunch krijgen, maar dan doet het normale schade. En ja, Frozen, dat zal zeker nou niet gebeuren aangezien dat Sunny Day loopt. Dus we doen gewoon Surf en we gaan gewoon kijken hoeveel HP dat we hem kwijt kunnen gooien. Nou ben ik zo blij dat dit een Legendary is die niet weg kan rennen en dat ik daar achteraan moet gaan rennen. Daar ben ik echt blij om. Deze opnamesessies, echt deze week. Zondag was ik gewoon op mijn plan om te zeggen van nou jongens, dit wordt de laatste week van Pokémon, want we hebben bijna geen materiaal meer. Ik ga nou het laatste stukje nog opnemen en we zijn dan klaar. En toen ben ik maandag begonnen op te nemen. Nou, die hebben jullie gezien. Het was een opnamesessie van 3 uur lang. En daarna ben ik nog heel eventjes proberen dan NT nog te gaan vinden. Dat het niet gelukt is. Nou, toen ben ik gisteren, ja, daar heb ik net al verteld. Dat is genoeg. Je zit nou perfect. Ja? Je zit nou perfect. En wat nou leuk is, bij jou kunnen we weer geintjes maken. En een montage maken. Dus laten we deze gewoon beginnen met de Pokéball. Mij maakt het niet uit. Ik heb NT gevangen. Mijn geluk kan niet meer stuk. Oké, nou, Pokéball. Oké, was jammer. Als hij nou één keer geschud had, was dat echt leuk geweest. Ik weet niet waarom, maar goed. Doe nog wel heel eventjes een montage ervan maken. En here we go! Eén, twee. Ah, dat was zo grappig geweest als het de Pokémon was. Dat maakt niet uit. Het kent recover. 1. Oh. 1. 2. Oh. Ja. 2. Oh. Tuurlijk. 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 1, 2. Sorry. In een Pokéball! Oh mijn god. Ik heb echt de raarste opnamesessie ooit. Dit. Oh mijn god. Ik heb zoveel ultraballs en greepballs gegooid dat het gewoon te veel was voor een montage. Dus ik denk bij mij, ik gooi er maar een paar in en ik gooi voor de grappen Pokéball en dan blijft die in zitten. Sorry, ik vond dat hilarisch. What a perfect day for fishing. Zo de biet erop met je vishengel. Oh mijn god, wat is dit? Ik heb hier gewoon geen antwoord meer voor. Ik weet dit gewoon. Bridabogo. We snappen. Bedankt. Boom. Pa. Dum. Dum.
Oké. Goed, dus we hebben eindelijk. En dan bedoel ik ook echt eindelijk, want hier werd ik echt... Oh, ik werd er zo moe van. Maar we hebben dus eindelijk... Waarom gebruik ik eigenlijk een escape rope als ik ook dik kan gebruiken? Maar ja, het moet vanaf hier. Prima. Schild voor inventory space. Maar we hebben dus eindelijk alle legendaries gevangen. Er is geen enkele legendary meer die we niet kunnen vangen. We zijn begonnen met Suicune, daarna Lugia, daarna Raikou, daarna Entei, en na Entei, Ho-Oh. Alle legendaries gehad. Nu, één ding wat we kunnen doen. Een knipje! We staan hier nu in New Bucktown. De stad waar alles begonnen is. En morgen, in de laatste aflevering van Let's Play Pokémon Crystal, gaan we naar Mount Silver. In de Silver Cave, waar onze laatste uitdaging te wachten staat. Ik dank jullie voor het kijken. En hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Want damn, deze was moeilijk in elkaar te zetten. Heb je een luxe momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien. Doei!